De politieke partij Welzijn Druten wil een referendum houden over een eventuele fusie tussen de gemeente Druten en Wijchen. Er wordt vaak gezegd dat de Drutense gemeenteraad een voorstander is van de fusie, maar Welzijn Druten wil zich distantiëren van deze uitspraak. Daarom is de partij van mening dat elke Drutenaar zich over dit onderwerp moet kunnen uitspreken. Het gaat om een van de belangrijkste beslissingen over de toekomst van Druten. Om te fuseren met een andere gemeente, daar zit een reden achter. Ik zie zelf altijd drie redenen achter zo'n fusie. De eerste is dat je moet van de overheid, van de provincie. Nou, dat is niet het geval. De tweede is dat het eigenlijk nodig is vanwege organisatorische financiële redenen. Is ook niet aan de hand. En de derde reden kan zijn dat je als bevolking voor kiest. Dus dat je je thuis voelt bij een andere gemeente. En dat je zegt, nou, het lijkt ons een prima zaak als wij samen gaan fuseren. Ja. Ook dat is totaal niet aan de hand. Er zijn eigenlijk nauwelijks voordelen te noemen. Ik kan er zelf eigenlijk geen opnoemen. Kijk, één burgemeester, ja, dat kun je als een voordeel zien. Maar ik zie dat persoonlijk niet zo. Wij zien dat niet zo. Een kleinere gemeente met een eigen bestuur, eigen wethouders, eigen burgemeester. Dat staat natuurlijk veel dichter bij de burger. De kosten, dat is precies tegenovergestelde wat mensen altijd denken. Het levert niets op. Het kost alleen veel meer geld. Nou, je moet alle systemen op elkaar afstemmen. Hè. Dat kost vreselijk veel geld. Want dat zijn andere systemen in Wijchen en in Druten bijvoorbeeld. Hè. Een ander punt is dat je veel nieuwe ambtenaren nodig hebt om die nieuwe organisatie neer te zetten. Dat zijn dure ambtenaren. De ambtenaren die er zitten, die gaan allemaal meer kosten omdat ze in een grotere gemeente zitten en in een hogere schaal terechtkomen. Zo kun je eigenlijk nog wel doorgaan. Tot onze verbazing eigenlijk ook wel en verbijstering eigenlijk gaan alle partijen akkoord met die fusie zonder daarbij de bevolking verder te raadplegen. Wat wij vooral van belang vinden is dat wij de bevolking van Druten kunnen raadplegen over die fusie. Wij vinden dat dat moet gebeuren. Als die bevolking van Druten zegt, wij willen dat graag, nou, wie zijn wij dan om dat tegen te houden? Dat gaan we dus ook niet doen. Maar wij zullen ons met hand in tand verzetten tegen een situatie waarbij in het gemeentehuis bekokstoofd wordt dat Druten met Wijchen moet fuseren zonder dat de bevolking daarbij geraadpleegd wordt.